bloembollen die uitgebloeid zijn. Daar kun je de oude bloemen van wegknippen. Kijk, je ziet hier, dit is een Camasia. Nou, die is nu uitgeput. Hier zie je dus dat die vruchtjes begint te maken. En die vruchtjes die kosten energie. En je wil dat de bol weer goed het volgende jaar ingaat. Dus je pakt eigenlijk de stengel. En dat geldt eigenlijk voor alle bloembollen die uitgebloeid zijn. Knip je als het ware al de stengels tussen het blad weg. Dus dan zie je daar niks meer van. Zo. Even verder doen. Kijk, en het blad wat overblijft, dat moet je nog even laten zitten. Want het blad neemt zeg maar voedingsstof op. En het bouwt als het ware weer reserves op. En pas als het blad begint af te sterven, dus als het echt geel en bruin wordt, dan pas kan je het weghalen. Want het blad maakt zeg maar weer nieuwe voeding voor het volgende seizoen. En dat wordt opgeslagen in de bol. Dus op het moment dat hij afsterft, dan zit die voedingsstof weer in de bol. En zal je volgend jaar weer mooie bloemen hebben. Je moet eventjes nog het blad laten zitten. Ook zonder bloem, zoals deze er nu uitziet. En dan heb je volgend jaar weer mooie bloemen in de bloembollen.